De OAS en de CARICOM zijn bereid waarnemers naar Suriname te sturen om tijdens de verkiezingen van 25 mei waar te nemen. Dit zegt minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken. Zij heeft vandaag een persconferentie gehouden over deze waarnemersmissie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens haar sedert juni 2019 internationale waarnemers uitgenodigd. De bewindsvrouw zegt verder dat het ministerie samen met het onafhankelijk kiesbureau, OKB, waarnemers van de CARICOM, OAS, EU en ACP heeft uitgenodigd. De EU en de ACP hebben afgezegd vanwege de coronapandemie. Daarom moet Suriname ervoor zorgen om voorzichtig te zijn in deze periode. Ik wil aangeven dat wij heel druk bezig zijn met de verschillende actoren. Want u begrijpt, als het om een pandemie gaat, moet je afstemmen met de stakeholders. Vandaar ook de aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid en het COVID-management team. Om na te gaan hoe we met de observers om zullen gaan. We hebben de informatie uit het publiek gehoord en ook gekregen. Maar wij hebben uiteindelijk een protocol kunnen ontwikkelen waaronder de waarnemers binnen zullen komen. Ik ga er niet verder op in, omdat de desbetreffende deskundigen daarover zullen praten. Verder wil ik aangeven dat de OAS al een aantal verkiezingen in Suriname heeft meegemaakt. Dat zal mevrouw Van Dijk verder belichten. En de CARICOM ook, die doet het vanaf 2000. Verder is het belangrijk te vermelden dat wij met de OAS de vorige week op 14 mei jongsleden de waarneming hebben bestendigd door de ondertekening van de eerste overeenkomst met betrekking tot immuniteiten en privileges. De visa-minister geeft verder aan dat de waarnemers aanstaande donderdag aankomen in Suriname. Zij vertrekken weer op 27 mei. De missie vanuit de CARICOM komt vandaag aan in Suriname. Minister Mike Nousalim van Binnenlandse Zaken geeft aan dat de waarnemers op de verkiezingsdag toegang hebben tot alle stemlocaties met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. U hoort ook Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het OKB, die aangeeft dat de internationale waarnemers een gedragscode van Suriname krijgen waaraan zij zich moeten houden. Onder de voorwaarde dat zij een mond- en neusbedekking op hebben. En bij het betreden en het verlaten van het stemlokaal zullen hun handen worden ontsmet. We hebben dus een aantal maatregelen voor die dag als het gaat om het aspect stembureaus. Wat ik u verder kan mededelen is dat er vragen zijn vanuit de OAS die ook naar ons zijn opgestuurd. En het zijn vragen die te maken hebben met de hele verkiezingsorganisatie. Internationale waarnemers mogen niet interveneren. Ze mogen niet bemoeien met de interne zaken. En dat zijn de regels die we aangeven. Er is in 2015 een conflict geweest tussen, met de EU-Guyana. Die, ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, die voorzitters van het stembureau en het hoofdstembureau van Nikeri is gaan commanderen. Ik heb hem zelf gesproken telefonisch en ik heb gezegd, get out of my country. We moeten niet vergeten dat het niet zogenaamde vippers zijn van een land. Het zijn velters. Hoe hoog die delegatie ook is. Want de OAS stuurt een topdelegatie. Waar ik heel erg blij om ben. Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB. Daarvoor Mike Nousalim van minister van Binnenlandse Zaken. Zij spraken vanmorgen tijdens de persconferentie van BUSA over de internationale waarnemersmissie. De missie van de OAS komt aanstaande donderdag aan en de missie vanuit de CARICOM vandaag.